Hij was er duidelijk over. Dit was een van de slechtste kwalificaties dit seizoen. Maximaal verstappen wees voor de kwalificatie van de GP van de Verenigde Staten al dat hij zondag in Austin door een gridstraf voor een zware inhouwer staat. Maar de zesde plaats in de kwalificatie viel hem vies tegen. Het had beter gemoeten. De Red Bull coureur, winnaar in Maleisië en tweede in Japan. Had al ingecalculeerd dat hij in Amerika van achteruit zou moeten beginnen. De renstof verving de motor voor de tweede dag en dat kost hem 15 plaatsen bij de start. De keuze om de straf hier te incasseren is strategisch. Ik denk dat we met deze motoren en onderdelen het eind van het seizoen gaan halen. Al dus verstappen. Fouten gemaakt. Maar de 20-jarige Nederlander is en blijft fanatiek, ook bij een mindere uitgangspositie. Ik ben niet blij met mezelf, analyseerde hij zijn optreden in de kwalificatie. Jammer. Ik heb twee fouten gemaakt. Eentje daarvan in de laatste sector. Anders sta je dichter in de buurt van Vettel dan nu. De derde plaats was haalbaar. Verstappen moet in de aanval zondag. Met die straf maakt het niet zoveel uit wat er misging in de kwalificatie. Maar ik ga proberen er een mooie inhaalrace van te maken. Zesde is het doel. Hoger zal lastig worden. Ik zal zeker in het begin veel tijd verliezen in het drukke verkeer. We zijn heel rap. Als ik naar mijn rondentijden kijk is Lewis Hamilton amper sneller. De auto is dus heel goed. Normaal gesproken zou ik de Mercedes'en bij kunnen houden. Slechte ronde. De coureurs hadden zaterdag veel last van de harde wind. Maar dat geldt voor iedereen, meende Verstappen. Ik heb gewoon een slechte ronde neergezet in het derde deel van de kwalificatie. Het was fijner geweest als je een leuke kwalificatie hebt gehad.